Welkom bij deze screencast waarbij we twee matrixen met elkaar gaan vermenigvuldigen. Stel we hebben de matrix A 1, 2, 3, 4 en de matrix B 5, 6, 7, 8. Dan vragen we ons af, wat is nou de matrix A keer B? Nou, het gaat als volgt. 1, 2, 3, 4 keer 5, 6, 7, 8. Hoe gaan we die nou met elkaar vermenigvuldigen? Nou, eigenlijk doen we het volgende. We gaan de eerste rij vermenigvuldigen met de elementen van de eerste kolom. Dus ik krijg eigenlijk 1 keer 5 plus 2 keer 7. Dan gaan we naar de volgende. Nu doen we de eerste rij met de tweede kolom. Dus dan krijgen we 1 keer 6 plus 2 keer 8. Hé, dat is grappig. Dan gaan we door. Dan hebben we de onderste rij, hè, de tweede keer de eerste kolom. Hè, want dit plekje is eigenlijk de tweede rij, eerste kolom. Dus dan doe ik hier ook de tweede rij keer de eerste kolom. Kijk, 3 keer 5 plus 4 keer 7. En dan vervolgens, dit plekje is de tweede rij, tweede kolom. Dus ik doe hier de tweede rij keer de tweede kolom. Kijk, 3 keer 6 plus 4 keer 8. Nou, wat zal eruit komen? Dan krijgen we 5 plus 14, 6 plus 16, 15 plus 28 en 18 plus 32. Dan krijgen we hier 19, 22, 43 en 50. Oké, dat is grappig. Dus we kunnen twee matrixen met elkaar vermenigvuldigen. Wat ik even heel snel wil laten zien is het volgende, zonder hem helemaal uit te werken. Als ik nu B keer A doe, dus dan doen we 5, 6, 7, 8 keer 1, 2, 3, 4. Nou, eerste plekje is eerste rij, eerste kolom. Dus doe ik 5 keer 1 plus 6 keer 3. Zonder even de rest uit te werken, zien we dat hieruit komt 5 plus 18. En dat zal zijn op het eerste plekje 23. En even los van wat daar dan moet staan, zien we dat dat niet hetzelfde is als de 19. Ja, dus ik heb hier 19 en daar is die 23. Die zijn dus niet hetzelfde. Oftewel, je kunt niet zeggen dat de matrix A keer B gelijk is aan B keer A. Hé, dat is grappig. Nou, werk nou zelf die matrixvermenigvuldiging nog maar een keer uit als oefening. En bedenk maar eens waarom dat nou zo is. Bedankt voor het kijken.